Mooi, hè? Ja. Als ik dan zo al die sterren zie, zo de ruimte, zou daar ook afval zijn? Zoals hier beneden bij ons op aarde? Ja, soms dus, gooien ze afval naar de ruimte. Echt? En dan zijn er zo grote dozen, grote zwevende dozen in de ruimte waar er allemaal afval in zit. Echt? Stel je voor dat er zo'n doos is die keiveel licht heeft. Ja, met allemaal lampjes afval. Ja. Of zo, je zit zo een beetje naar de ster te kijken op het einde van de dag, mooie aanvalt. En dan zo, in plaats van een vallende ster, dan vallen we in de vuilnisbak. En dan vliegt er zo, je kijkt en dan zo in één keer een vuilnisbak die daar vliegt. Ja, dan zei je zo van, een vallende vuilnisbak. Oeh. Maar zou het geen idee zijn om al ons afval van op aarde in een zwart gat in de ruimte te gooien? Nee. Als iedereen op de wereld al zijn afval in dat zwart gat gaat troppen, om een duur gaat dat zwart gat ook vol zitten, hè? Ja. Maar dan hoop ik dat er in Mars wel heel veel Marsen zijn. Zullen we eens proberen om wat ruimteafval te spotten? Ja. Misschien zien we wel iets bewegen. Oh my god. Je borstel erin, de tijd tikt. Zeg, doordat we gisteren zo bezig waren over die sterren en over de ruimte, heb ik daar echt nog van wakker gelegen. Ah, nice. Ja, ik weet niet. Ik heb daar nog veel over nagedacht. En ik heb iemand gebeld die ons misschien wel wat antwoorden zou kunnen geven op onze vragen. Goed, toch? Ja. Ja, dat is toch wel mooi, hè? Ja, hè? Heel goed. Moeten we de berg op? Ja. Oké. Okay. Ze zijn weg. Ja, zo moe zijn boven. Zien jullie wat dat is? Zonnepanelen. Ja, zonnepanelen. Die maken energie van zonnekracht. Ze zijn wel veel rijen, zonnepanelen. Ah. Wow. Ah, daar is hij. Zoveel zonnepanelen. Ja, cool, hè? Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goed geslapen? Ja. Zeker. Dag Koen. Dag mevrouw. Hoi. Ja, Koen, ik vroeg me af waarom jij hier wou afspreken. Wel, we leven in een wereld vol afval. En eigenlijk hebben we hier een heel mooie combinatie van het nieuwe en het oude. Want je ziet hier natuurlijk zonnepanelen staan, wat dat zo'n beetje het energieverhaal van de toekomst is. Maar eigenlijk sta je ook op een gigantische afvalberg onder ons. Hieronder liggen nog heel veel huisvuilzakken. Die zijn dichtgegooid, daar is plastic over gegaan. En daar staan we eigenlijk nu op. Hieronder, allemaal afval. Gek, hè? En heel veel, is een hele grote berg. Maar er is wel iets heel moois aan. Want ze zijn die afvalberg nu ook aan het gebruiken. Omdat al dat afval ligt eigenlijk te gisten. Daar komen gassen uit. En die gassen worden gebruikt. Hier achter ons is er een station waar ze de gassen gebruiken om ook weer energie op te wekken. Oh. Cool, hè? Hier onder ons, keiveel afval. Ja. Ja, het ding is, Koen, wij waren gisteravond lagen we op ons matje en we hebben de hele tijd naar de sterrenhemel gekeken. En wij zitten wel nu in een wereld waar alleen nog maar afval is. En wij waren een beetje bezig van, zou dat ook in de ruimte zo zijn? Hoe zit dat daar dan? Is er daar misschien nog plek waar we naartoe kunnen gaan zonder afval? We zaten met veel vragen. Heel veel vragen, ja. Want ik heb een aantal objecten meegenomen die ik jullie heel graag wil laten zien. Kijk. In 1984 hebben ze met de Space Shuttle, Challenger, een satelliet gelanceerd die heette de LDEF. Dat was eigenlijk een soort van autobus waar ze aan de buitenkant 20 gordijnen geplakt hebben. Eigenlijk vrij grote gordijnen, die waren zo groot. En dit is een stukje van een van die gordijnen. Wat hebben ze daarmee gedaan? Ze hebben die gewoon in de ruimte laten rondzweven voor een aantal jaar. En daarna een paar jaar zijn ze die terug gaan halen en hebben ze al die gordijntjes heel goed bekeken. Nu, wat is er hierop te zien? Hier zitten drie van die puntjes in. Die van die kleine puntjes in. Dat zijn eigenlijk plaatsen waar dat er een microstukje steen doorheen gegaan is. En waar komen die steentjes dan eigenlijk? Het meeste van deze impact zijn inderdaad steentjes. Heel kleine micrometeorites. Die komen gewoon uit de ruimte. Die zweven de hele tijd rond in de ruimte. En als die dicht bij de aarde komen, dan komen die in de richting. En die zijn dan tegen die satelliet gebotst, laat ons maar zeggen. Maar er zijn ook wel impacts die eigenlijk niet meer van de ruimte zelf zijn, maar die echt man-made zijn. Dus stukken van satellieten of kleine onderdeeltjes van rakettrappen die nog in de ruimte rondzweven.
En wat er dan natuurlijk ook af en toe gebeurt, zeker nu, omdat er steeds maar meer satellieten zijn, we hebben ondertussen ook al een keer een botsing gehad van twee satellieten tegen elkaar. In 2009 is er een Iridium en een Cosmos-satelliet tegen elkaar, echt frontaal tegen elkaar gebotst. Maar we spreken hier dan wel over een botsing met een enorm hoge energie. Maar is die satelliet dan geëxplodeerd? Dat is een beetje afhankelijk. Als er nog heel veel brandstof in zit, is het mogelijk dat zo'n satelliet ook daarbij nog een keer explodeert. Maar wat is er na de botsing gebeurd? Is die naar beneden, naar de aarde gevallen? Ze verpulvert eigenlijk volledig. Dus het is eigenlijk een soort van... Ja, ze botsen tegen elkaar, ze vliegen volledig uit elkaar en de stukken vliegen echt alle richtingen op. Dan zijn er een aantal van de stukken die in de richting van de aarde vliegen. Dus die gaan eigenlijk de dampkring binnenkomen en die branden op. Maar goed ook, want dan zijn we daar vanaf. Er zijn ook stukken die in de ruimte vliegen. Die gaan meestal ver genoeg dat we die niet meer terugkrijgen. Maar er zijn ook stukken die in de richting van de orbit van een satelliet gaan. En die blijven eigenlijk zo goed als voor eeuwig rondzweven. Nu, het afval in de ruimte dat rondzweeft, vooral de grotere stukken, we proberen nu zoveel mogelijk satellieten te gaan passiveren. Dat wil eigenlijk zeggen, stel we hebben een satelliet die rondzweeft en die is opgebruikt. Dan zit daar meestal nog een beetje brandstof in. En dan gaan we iets heel slim doen. Ofwel gaan we die brandstof gebruiken om de satelliet terug te brengen, zodanig dat ze in de atmosfeer opbrandt en dat ze weg is. Ofwel gaan we die brandstof gebruiken om de satelliet van de aarde weg te brengen. Want rond de geostationaire baan rond de aarde ligt er eigenlijk door buiten ligt er nog een baan. Dat noemt de graveyard orbit. En eigenlijk is dat letterlijk vertaald het ruimtekerkhof. Ruimtekerkhof? Een ruimtekerkhof? Een ruimtekerkhof. Een ruimtevaartkerkhof. Liggen daar dan dode mensen? Nee, daar liggen alleen dode satellieten. En die zweven daar eigenlijk rond forever. Maar het grote voordeel is, ze kunnen niet terug naar de aarde vallen. Ze blijven daar gewoon voor eeuwig rondcirkelen. En ze zijn gepassiveerd. Al de brandstof is eruit. Dus als ze geraakt worden door iets, ze kunnen niet meer ontploffen. En als we dus onze afval op de aarde, kunnen wij dan die eigenlijk niet naar de ruimte sturen? Want daar hebben ze daar toch een kerkhof. Dat is een heel interessante denkpiste. En er zijn trouwens ook landen die daar af en toe eens over nagedacht hebben van ja, zou dat niet een betere oplossing zijn? Maar er zijn een aantal nadelen aan. Ten eerste, de lanceerkost, de prijs die je gaat betalen om het afval naar de ruimte te schieten, is eigenlijk 3 of 4 keer zo hoog dan om het gewoon te recycleren. Plus, al wat je wegschiet, ben je kwijt. Dus op het moment dat je eigenlijk afval zou hebben waar nog metaal in zit, of gassen in zitten, of meststoffen in zitten, ben je allemaal kwijt. Dus dat is niet zo heel intelligent om dat te gaan doen. Plus, op een bepaald moment houdt het ook een keer op. Dan hangt er zodanig veel afval dat we een beetje het Wall-E-syndroom krijgen. Je hebt die film vast wel gezien met die heel maffe robot. En dan heb je eigenlijk een deken van afval dat zich rond de aarde bevindt, dus, ja, en dan kan je niet meer naar de ruimte. Dus dan is het eigenlijk beter dat je niets naar de ruimte stuurt. Het is eigenlijk best om ervoor te zorgen dat je in de ruimte zo weinig mogelijk afval hebt. Maar satellieten zelf zijn van essentieel belang voor het leven op aarde. Oké. Okay. Kijk, dank u wel, Koen. Geen probleem. Super interessant. Nu weten we ook dat we naast onze planeet waar we voor moeten zorgen, ook nog een hele universum is er rond, hè, waar we voor moeten zorgen. We moeten voor veel zorgen. We zullen er dan maar aan beginnen. Kom. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Ja, tot de volgende. Kom, boys.